De titel van mijn column is Termijn. Op termijn wordt de Burgstraat busvrij, aldus Rob Jaspers afgelopen week in zijn column in de Gelderlander. Hij ziet het helemaal voor zich. Dan is er plek voor een beek in de Burgstraat om water als element toe te voegen, net zoals in de Stikke en Langehezelstraat. Die Rob toch? Altijd met een optimistische blik de toekomst beschouwen. Bus eruit, water erin. Was het maar zo simpel. Rob moet toch als geen ander zijn politieke klassieken kennen. Want het is nogal een rekkelijk begrip op termijn. Zeker voor deze bus. Ik heb al vaker betoogd dat de bus vooral op zo'n kort mogelijke termijn uit de burgstraat moet verdwijnen. En dat standpunt is niet veranderd. Ik ga ervan uit dat de raadsleden uitgerust van vakantie zijn teruggekomen. De geesten zullen van al dat rusten fris en fruitig zijn, dus geen slap gezever meer. Dat hebben de politieke voorgangers al dertig jaar lang gedaan. Een achtste raadstermijn trekt de bus echt niet meer. Bus eruit, water erin, afhandelen en daarna andere problemen aanpakken. Er is werk genoeg aan de winkel. Ik kan nog wel een paar netelige kwesties benoemen die al langer om een politieke oplossing schreeuwen. Aan de nieuwe eerstejaarsstudenten in Nijmegen is deze busdiscussie niet besteed. Zij zijn al meer dan tevreden dat ze na hun introductietijd de weg kennen naar de Molestraat, de Grote Markt en het Koningsplein. Na een week in Nijmegen kennen zij meer namen van cafés dan van politieke discussies of van raadsleden. Op het einde van hun studietijd zal dat niet veel anders zijn, maar dit terzijde. Dat geldt overigens niet alleen voor studenten. Er zullen weinig mensen in Nijmegen zijn die de namen van minimaal tien raadsleden uit hun hoofd kunnen opnoemen. Ook niet aan het einde van hun eerste of zoveelste termijn. Dit ondanks de goede voornemens om de kloof tussen politiek en burger kleiner te maken. Dan zit Hubert Bruls in een wat comfortabeler situatie qua herkenbaarheid. Hubert is nooit overkomen wat Tom de Graaf ooit overkwam bij de doortocht van de Vierdaagse in het waterkwartier. Tom werd voorgesteld aan een paar bewoners langs de route als de burgemeester van Nijmegen. Hij, burgemeester, dat is toch Guusje? Dat Tom al enige tijd in functie was als opvolger van Guusje. Was hen nog niet opgevallen. Hubert kan moed putten uit het feit dat verschillende eerstejaarsstudenten bij het zien van zijn foto meenden dat hij een bekende Nijmeegse volkszanger is. Dat is nog niet zo gek bedacht. In 2014 zong Hubert tijdens de introductieweek vanaf een groot podium voor de nieuwe Nijmeegse studenten Almotte Krupe als eerbetoon aan het culturele erfgoed van de stad en als start van goede inburgering. Kijk, dat wordt onthouden. Mocht Hubert na zijn tweede termijn als burgemeester niet weten wat hij zou moeten gaan doen, dan liggen er kansen als volkszanger. Ik durf niks te zeggen over zijn zangtermijn.